Wat voor soort mensen zitten er in jullie tiendaagse opleiding? Dat wordt wel eens gevraagd. Dat is natuurlijk een hele goede vraag. En dat verschilt. Het is echt een enorm verschil af en toe. Er zitten mensen in die hebben al coachervaring, maar er zitten ook mensen in die hebben nog geen coachervaring. Het zijn mensen die op een kruispunt staan en een carrière switch willen maken. Bijvoorbeeld na een burn-out of na een hele lange tijd iets gedaan te hebben wat helemaal niet bij ze past. Maar er zitten ook mensen in die hebben gewoon heel veel affiniteit met de natuur en met wandelen. En die willen daar zeg, nog heel lang iets mee kunnen doen als ze bijvoorbeeld al wat ouder zijn. En er zijn ook mensen die in een functie zitten waar ze heel makkelijk bijvoorbeeld wandelcoaching ook zouden kunnen toepassen. Dus het als aanvulling zien. Dus dat kan binnen een organisatie zijn. Maar we zien ook ondernemers die zijn bijvoorbeeld al runningtherapeut of mindful trainer. En die willen daarnaast ook iets aan wandelcoaching doen. Nou, zo zie je maar weer dat er dus een hele variatie is. En dat is ook hartstikke leuk. Want je krijgt daardoor, omdat je afwisselend coach en klant bent, krijg je natuurlijk heel veel levenssituaties als coach gepresenteerd, zodat je heel veel kunt oefenen met heel veel verschillende mensen. Zo zit het dus bij ons in elkaar. Dus wat je ook doet of wat je ook gedaan hebt, kijk of deze opleiding voor jou ook de beste manier is om je volgende stap te zetten. Je bent van harte welkom.